Shall we begin? Let's begin. Hallo allemaal, mijn naam is Leon en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Survival. En Twan is hier druk bezig met een trappetje, waar ik op het moment net mee bezig ben om een mooie trap te gaan maken. Twee zielen, één gedachte. Eens even zien. Wat heb ik hier bij me? Ik heb alleen meer netherrack nodig, dus dat gaan we nog even meer halen. Altijd maar weer meer. Meer. I need more. Meer is beter. Altijd. Altijd. Ja, ik heb toch nog een paar lampjes nodig. Nee, ik loop zo nog een rondje voor de lampjes. Kaarsjes. Ook ons. Ondertussen begint de stad er veilig uit te zien. Dat is mooi. Unlimited power! Oh, lava. Woeps! Daar staan weer het nadeel van de nether. Dus kool en stokjes. Hey, maar Twan, kunnen ze ook op jouw vogel spawnen nu, eigenlijk? Ik denk het wel. Ja, dat lijkt me wel. Hmm. Ik kan er altijd wat licht op zetten. En kan je er nog bij? Jawel. Als je wat glowstone hebt, dan kan ik wel wat mooie aanpassingen maken. Ik heb een stack glowstone, 16 glowstone hier. Ik denk dat het wel genoeg is. Daan, wat heb je gegeten? Klooster. Ja, dat valt een beetje zwaar op de maag, hè, Daan. Ja, als je dat zo eruit ziet komen. Lekker hoor. Goed. Ik zit mijn inventory overvol. Ja. Hadden wij ook nog ergens hout? Ik heb nog 16 hout. Ik heb namelijk kaarsjes nodig. Waar zit je? Ik weet niet of we nog meer hout hebben. Ah. Blah. Oh ja, dank je. Lekker. Oké. Au. Eens even zien. Ruben! Run, bitch! Run! Nou. Daan, ik vind dat je wel wat betere stratenmaker mag spelen, hoor. Ja, maar er zit al veel gaten in. Ziet er juist natuurlijk uit. Nou, dat vind ik ook een beetje ver gaan, hoor. Jij ook, toch wel. De ovens zijn vol. Ik heb te veel. Heb je nog pijlen? Ja, een paar, maar die wil ik wel even zelf houden als je niet erg vindt. Ik vind het niet zo'n fijn idee als jij met pijlen rondloopt. Ook dat. Dat wilde ik eigenlijk niet eens zeggen, maar ja. Nee, dat doe ik wel. Jij begon erover. Eén pijl.
flint. Even zien, gaan we nog wat trappetjes maken en dan kunnen we een mooie trap maken voor de nether. Zo. Als je nog wat ladders nodig hebt, ik heb nog een redelijk wat. En als we nu ook nog een keer wat slimes tegenkomen, kunnen we die ook nog afdichten ook. Mooi. Eén zo'n rotte blokje over. Hoppa. Waar had ik die andere ook alweer gelaten? Die hebben we een eigen kist volgens mij zitten. Ruben, was dat weer nodig? Ik zie ineens zo'n pijl in de grond steken en ik zie Ruben die op me afkomt. Ik zie hem vallen. Ruben en zijn pijl. Het is maar goed dat hij geen flame op dat ding hebt zitten. Oh, dat is een goeie. Nee, dat gaan we dus niet doen. Want anders dan ga ik je er hardcode uit halen dat jij dat geen. Want dan weet ik het al. Dan zijn alle huizen straks plat gebrand. Alhoewel, die van mij dan niet, want die van mij is van steen. Dat zou het zijn. Dat is eigenlijk best een goed idee voor een huis. Wat is dat? Ja, dat is bij mij. Ja, waar is dat? Ik heb seeds. Is dat in buiten de poort? Buiten de poort, oh gelukkig. Voordat jij weer in de tent opblaast hier. Misschien is het handig om ook bovenop de werkplaats wat meer verlichting te maken. Quartzblok, nice. Ik ben na al die maanden van creative spelen, ben ik zo gewend om, als je dubbel spatie klikt, dat je dan gewoon vliegt. Want soms dan loop ik gewoon in goed vertrouwen ergens af, achteraf en een dubbel spatie. En woeps! Dat werkt niet. Nee. Oh. Ja, koeien, ik heb jullie gehoord. Oh, dit gaat nog wat worden. Ik had ineens een heel leuk idee voor mijn vogel. Ja, zeg dus. In plaats van dat ik hem van wol maak, ga ik hem van dirt, netherrack en glowstone maken. Oké, ja, dat kan ook. Je kunt hem ook van TNT maken. Ruben! Ruben, maak jij je huis maar van TNT. Bam, ja. Nou, dat heb ik wel eens een keer gedaan, ja. Ja, dat weten we. Resultaat, één enorme krater. En Ruben in het midden. Zo, weet je nog dat die server echt zo vaak crasht? Oh god, die server die wist niet wat er overkwam. Dat was de hele wereld was van TNT zo'n beetje. Zalig. Mooi dagen, jongen. Even wat meer dirt meenemen. Zeg schaap, jij hoort daar niet te lopen. Okay, daar, als het goed is. Hier spreekt de burgemeester. De burgemeester zegt dat jouw huis in de weg staat. Mijn huis? Yep. Nee, dat is jammer dan. Mijn huis stond er eerder dan jouw huis. Ja, en mij nog eerder. Maar dat huis, dat is niet. Mijn huis staat ook niet in de weg. Jouw huis staat in de weg. Dan maak je maar een mooie wenteltrap. Ja, dat dacht ik ook al. Laat een mooi zigzag de heuvel af. Ja, maar ik wil een mooie brede trap. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Nou, we hebben een hele mooie brede trap toen ooit eens in Grote Stad gemaakt. Ja, ja. Kan ook. Maar ik heb veel meer... Wacht even, weet je wat ik ga doen? Ik ga dus even alle ovens in gebruik nemen voor netherrack. Want ik moet nu veel te lang wachten.
Ik ga nog even... Kijken, staan even zien hoor. Dan gaan we nu weer verder. Ik dacht Ruben, dat het net alweer verder. Waarom mis jij zo vaak? Wat? Waarom mis jij zo vaak? Die had ik echt al van heel ver afgeschoten. Die was niet eens op jou bedoeld, denk ik. Denkt hij. Ja, dat denkgedeelte, dat is vooral erg. Even kijken, ik heb heel veel gunpowder. Oh, dit is klei. Ah! Oh. Dank je. Geniaal. Ruben en zijn acties. Gunpowder. Ja, ik vind het een beetje te gevaarlijk om Ruben een boog te geven. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Ik heb heel veel resources gehaald. Oh ja. Nou, alles wat je bij je had was ook niet zoveel. Nee, ik heb net al wat in de kist gedaan. Dit schiet echt niet op, dit. Nu gaat Ruben zo dadelijk vragen hoe je een boog maakt. Nee, ik heb die boog ook zelf gemaakt. Hoeveel gebruik je die boog wel niet? Ze zijn bijna allemaal kapot. Ja, klopt. Ik heb heel veel pijlen geschoten. Zou je moeten weten. Ah! Fuck. Zo. Ja, nou ja, skeletons geven ook heel vaak redelijk ja, baggerbogen. Dat is ook zo. Eigenlijk 90% van de tijd is het niet meer als 10 schoot of zo. Ja. Nou. Oh, lekker, zo gevaarlijk, hè? Ben je het aan het opnemen, Leon? Ja, ik ben het opnemen, ja. Ik ga naar kappen, denk ik. Nou, oké. Okay. Dan zien we jou de volgende keer weer. Yes. Tot de volgende keer. Oh, ik kan dit al in slag doen. Yep. Signing off. Later. Ciao. Yo. Hoi. Er is gelijk net het hele boel ruis weg. Ja, behoorlijk. Het was me eigenlijk nog niet zo opgevallen dat het zo... Toch leuk al die verschillende microfoons. Ja. Ja, en het leuke is dat straks tijdens het monteren, dan wordt het alleen maar weer erger. Oh, kut. Nee, dat moet ik niet doen. Zo. Ik heb echt geen idee waar ik om me heen ga. Maar ik kan echt helemaal niks in. Ja, het valt een beetje tegen, hè? Ik heb het idee dat er minder glowstone te vinden is tegenwoordig. Het zou kunnen, maar dat heb ik eigenlijk niks over meegekregen. Nee, dat idee heb ik. Hoi. Zo. Kom even bij de tuin. Zullen we zo even kijken? Ja. Oké. Ik hoor een gast. Ik zou bijna willen zeggen, we maken er vandaag een korte aflevering van. Want ik weet eigenlijk even niet zo gauw meer wat ik nog verder moet doen deze aflevering. Buiten dan deze trap maken. En ik denk ik heb een glowstone gevonden. Ja, dat is mooi. Ik denk dat de meeste mensen het niet zo interessant vinden als ik een trap ga maken. Dus ik zeg... Doei en tot morgen. Yes, tot de volgende keer. Ciao.